Trainer Henk de Jong, hoe was deze week voor jou? Ja, het is een aparte week. Dus we zijn begonnen met de wedstrijd van afgelopen week te analyseren. We weten eigenlijk wel iedereen weet waar het aan ligt. Maar daar zijn we mee bezig. Het is belangrijk dat er jongens bij komen. Nou, er vallen nu weer wat af door die coronasituatie. Dat gaan we uitstellen. Maar we zijn wel aan het werken om dat goed voor elkaar te krijgen. Dan zei je eigenlijk direct na de wedstrijd al van we moeten onszelf geen druk op gaan leggen, maar gewoon weer lekker gaan voetballen. Is dat ook iets waar je de nadruk op hebt gelegd deze week? Nou, het gaat ook om wat we doen. Kijk, wij krijgen de bal op het moment niet helemaal goed van achter naar voren. Dat is iets. En dan zie je dat de voorste ook denken, hij komt niet bij ons. En dan gaan we niet vol terugspelen. Dus het is even weer met z'n allen één team zijn. Aanvallen één team, verdedigen één team. En heel simpel gezegd. Dat kan je ook met één knopje omzetten. Dus daar hoef je niet weken voor over te doen. Je traint op hoe we willen voetballen. Maar in dingen mentaal voor elkaar krijgen, dat kan je een knopje omzetten en dan doe je het. Ja, en dan de druk die we onszelf een beetje opleggen, dat is ook wel normaal. Als je ziet waar we meegemaakt hebben en waar we stonden en waar we meegemaakt hebben. Het zijn wel gewoon mensen, maar ook dat proberen we gewoon los te laten. Ophouden. Gewoon weer met plezier gaan voetballen. En dat is ook onze kracht. En dan vinden mensen het ook leuk om weer naar te kijken. En verder, ik kan niet oproepen tot de 12e man, want dan krijg ik problemen met Rutte. Dat hadden we hier anders ook. Wij speelden altijd met 12 mannen. En nu is het met 11 en een klein beetje. En dat is altijd wel een steun voor ons. Nou, maar daar mag ik niet toe oproepen. Dat ga ik ook niet doen. Maar het is wel even dat we even hulp nodig hebben. I think we don't have, as the trainer said, we don't have to put pressure on ourselves and just play the football that we know how to play, you know. So we just keep going and play football. What is your impression of Jong FC Utrecht? I think it's always a tough game, huh? Yeah, games against young teams are always difficult, you know, never really easy to play against them because they like also to play football and they put some intensity, but we have to show that we want to win and at home and we have to win this game. Your French brother is back on the left side. Happy with that? Yeah, really happy. I miss him a lot. No, but it's good. He had 5 week injuries and it's good that he's back in the team. Ja, ons groepje is nu 14, 15 man. Ik moet even afwachten. Giovanni Korte. Ik moet even afwachten hoe het met zijn blessure is. Hoe zijn vanmiddag de testen van de corona? Maar daar zijn we ondertussen wel aan gewend. Ik krijg ook wel kracht van dit hoor. Dat het even wat moeilijker gaat en dat we even heel weinig spelers hebben. Dus klaar. In ieder geval komt iedereen even naar spelen toe. En kun je ook even kijken waar iedereen staat misschien, hè? Ja, leuk. Moet even kijken. De spitspositie denken we even goed over na. Hè. We kunnen Maarten laten starten, maar hij kan ook brengen. Hè. En dan brengt hij ook wat speciaals. Dus zo zijn we aan het kijken. Hè. Dan kan Mitchell Paulussen kan spelen. Die is een slimme voetballer. Dus daar maken we keuzes in. Nou, we hebben de linkspootje. Eentje er weer bij. Of twee. Hè. David en Alex zijn er weer bij. Daar kunnen we wat mee doen. Nou, dat scheelt ook natuurlijk. En, zonder ook maar iemand tekort te doen. Maar als je met een goede voet op de goede kant staat, dan kan je makkelijker vooruit voetballen. Nou, Jong FC Utrecht komt bij ons op bezoek. Wat is je indruk dit jaar van die ploeg? Nou, dat is gewoon een goed team. En ik vind ze even sterk met de jongens van het eerste erbij dan met hun eigen ploeg. René heeft het goed voor elkaar. Altijd heeft hij het goed voor elkaar. En nu ook weer. Dus gewoon een lastige tegenstander, maar dat weten we wel. Het zou lekker zijn om weer even die 3 puntjes te pakken, hè? Ja, maar wat een hele zware bevalling. Maar het kan ook zomaar omdraaien, hè, dat het in één keer weer gaat lopen. Het is niet voor niks dat we het zo goed hebben gedaan, zo goed voetballen. En of hebben we heel weinig spelers, deze jongens kunnen het ook.